Terra, bevolking, uitgeroeid, niet uitgeroeid, wel... Ik weet niet wat er gebeurt, ik heb maar gebeurd er hier! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie en ik, de zeep. In de vorige aflevering hebben we... dingen geactiveerd. En... hebben we... stuff gelezen over Terra, wat ik denk een planeet is. Niet onze planeet, want onze planeet is Gaia, dus... Logica is met een broodje gezond verstand en gesmeerd met boter. Zullen we het daar maar op houden? Goed, nadat we hier alles gedaan hebben, tenminste dat denk ik, beginnen we gelijk weer met een random encounter. Fijn. Dan word je toch niet vrolijk van elke keer die random encounters. Hoeveel ben jij al? Oh, je hebt er nog maar 7. Dat is alleen maar goed. Hij heeft auto haste geleerd, dus we kunnen hem weer iets nieuws geven. Wat was dat van 60? High tide. Die vind ik nog ergens anders wel. Locomotion, we pakken gewoon een dier. We hebben nog heel veel te leren, dus waarom ook niet? En hey, je hebt er nog steeds 7. Vervelend. We proberen die ability te krijgen voor extra HP, maar helaas krijgen we de hele tijd random encounters. Maar aan de andere kant is het weer goed, want daar leren we stuff mee. Nou, de levels zien er ondertussen heel erg gunstig uit voor ons. Laten we eens even kijken wat er nou aan deze kant is gebeurd. Want we hebben nou heel veel geactiveerd aan de ene kant. Dus misschien activeert er hier nou ook wat. Het ziet er anders uit als net. Oh. Het ziet eruit als een andere planeet. Nee, goh, daar waren we nog niet achter. Nog een planeet? Wat moet dit nou weer betekenen? Het is al zo moeilijk om alles te volgen. Kan ik hier nou wel even in gaan staan? Kan ik hier nou even een showdown doen of zo? Nee, ik mag er niet in gaan staan. Flame. Oké. Nou, wat dus nou heel erg belangrijk is, zoals we zien, is onze goede vriend hier, die is nou weg. Maar ik wil er wel voor zorgen dat wij voor Destiny de nieuwe klauwen kunnen equippen. En die heeft nog maar iets van 3 AP nodig. Dus ik ga hier heel even kijken of we hier een random encounter tegen kunnen komen. Nou, dat duurde niet lang. No mercy is geleerd. Nou, daar werd een keer tijd. Nou, heel veel levels er weer een keertje bij. Dat is altijd heel erg gunstig. Maar goed, dan kunnen we dus eindelijk die claws equippen. En wat we nou gaan doen kan nog wel een beetje gevaarlijk zijn. Ik vind het jammer dat Destiny niet zijn HP up kan krijgen. Maar, nou ja, dat is dan maar zo. We kunnen dus nou zeg maar de... Ja, want we moeten curse leren. Maar dan kunnen we dus zeg maar ook met de keizerknuckles doen. En zit daar een... Add status is trouble. Nou, dat kan wel leuk zijn. Laten we eens even kijken. Wat hebben we nog allemaal voor jou wat we kunnen equippen? Of die equippen misschien zelfs. Maar clear-headed weten tot die heel erg belangrijk gaat worden. En add status, ja, daar hebben we nou heel weinig aan. Dus ja, zorg ervoor dat bij iedereen clear-headed is geëquipped. Dit is heel belangrijk. Dat is bij jou niet geëquipped, hè? Nope. Jij neemt ook een motion, die mogen we dan wel uit. Even kijken, ja, je hebt hem ook geëquipt. Mooi. De reden hiervoor is namelijk heel erg belangrijk. Hoe zit iedereen met HP? Ja, ik gooi er nog wel even een tent tegen aan. We gaan namelijk naar een boss battle. Wauw, surprise. Oké, nou laten we wel eventjes... ja, je wil eerst even tent gebruiken. En voor de zekerheid ook heel eventjes healen. Ik vind het wel grappig dat je hier gewoon kan slapen. Dat ding dat houdt mij de hele nacht wakker, maar dat maakt niet uit. Goed, mag ik... Nee, ik wil niet nog een tent gebruiken. Ik wil gewoon heel even zeven. Nou hoop ik voor de love of... Zeepies... geboorteland, wat dat dan ook mag zijn... dat we geen random encounters tegen gaan komen. Want zoals we weten, random encounters kunnen ons behoorlijk veel... problemen eigenlijk geven. Door ons behoorlijk te verzwakken met HP. En dan moet ik heel veel potions gaan gebruiken natuurlijk om een random encounter tegen. Echt de enige... Mij maakt het niet uit tot ik hier allemaal potions of heb. Ras! Daar! Heeft er iemand anders nog schade genomen? Nee. Oké, nou. Mag ik alsjeblieft? Geen random encounter hier. Zou ik heel blij om zijn. Dankjewel. Goed, omdat we dus nog alles geactiveerd hebben, kunnen we op deze steen gaan staan en alles komt hier. Spontaan. In beweging. En. Het is diep. Nou, we hebben gesaved. En we zijn hier eindelijk aangekomen bij de steen die we moeten hebben. Dus dit is wat Kutja moest hebben. Nou, laten we maar teruggaan dan. Wow. Iemand hier? Hallo?
Er komt iets aan. Boss battle muziek engaged. Namelijk wordt die steen bewaakt door... whatever dat ding ook is. Dus ja, we kunnen weer stelen, we kunnen ook weer aanvallen. En zorg ervoor dat je HP hoog genoeg blijft. En dat je dus zeg maar clear headed aan hebt staan. Deze heeft namelijk een aanval, daar word je niet vrolijk van. Wat doet countdown? Ja, curse, wat doet curse? Makes the enemy weak, no mercy, wat doet daar? Non-elemental damage. Dit is de aanval waar ik jullie voor wil waarschuwen. Die doet confuse aan iedereen. Dus op het moment dat hij die aanval doet en je hebt geen clear headed, is iedereen geconfused zodat je aangeraakt wordt door een fysieke aanval. Dat kan nogal devastating zijn. En wow, 7000 schade. Destiny, je bent geweldig. Laten we dit niet te veel doen, want ik ben serieus. We moeten zoveel mogelijk stelen nog van deze gast. Oké, steal. Photon, dat gaat heel veel pijn doen. Yep, dat zorgt ervoor dat er eentje nog maar 1 HP heeft. Nou ja, gelukkig hebben wij genoeg peridots bij ons. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Kon ik stelen? Nou, dan vallen we maar gewoon aan. Want dit is namelijk die Ark. En... hij kan lastig zijn. Hij heeft een hoge defense, maar... laten we heel eventjes iedereen regen geven. Dat is altijd makkelijk. Weer die confusion aanval. Daar ben ik blij om, want het heeft geen effect op ons. Haha. Ja, power vest kunnen we weer een keer aanvallen. Hoop ik. Dan ben ik veel te bang dat ik veel te snel kill. Ik bedoel, wil ik echt voor een snelle kill gaan, dan zou ik dus de hele tijd die aanval moeten blijven doen. Lijkt me niet echt een verstandig idee. Want we hebben hem al best wel veel schade gedaan. Whirlwind. Oké, dat is wel een schadegever. Volgens mij kan die ook confusion geven. Weet ik niet zeker hoeveel schade gaat er... Oh, valt mee. Oh, en we hebben allemaal float. Nou ja, kan gezellig zijn. Kon ik stelen. Meh. Nou ja, we wachten gewoon heel eventjes. Ik wil eerst alles gestolen hebben voordat ik deze zeg maar ga vernietigen. Want ja, dat probleem hebben we dus al zeg maar eerder gehad. Dus... laten we gewoon even een paar keer steel doen en hopen dat we zo snel mogelijk al zijn items kunnen pakken. En dan gaan we gewoon full out. En mocht er iemand in HP problemen komen, dan hebben we 3 verschillende aanvallen. Of ja, 3 verschillende karakters die ze zeg maar zouden kunnen healen. Nou, dat is weer die Photon, of niet? Yup. Nou ja, we hebben genoeg van die peridots, dus weer niks kunnen stelen. Weet je, we vallen een keer aan. Oké, steel is klaar. Hoppakee, nog een keer stealen. Propeller weer. Serieus, wat doe jij vaak dezelfde aanvallen, zeg? Werkt niet. Zinloos. Loos. Kom op, Zeep. Doe eens je best. Je bent aanstaan. Nou ja, ondertussen is autofloat ook al bij uitgewerkt. Weer die aanvallen. Hij wil mij zo graag confusen. Gaat niet werken. Haha. Oké, nou, hij heeft een power vest, maar hij heeft... Holy Lands. Nice. Volgens mij was dat het laatste item. Laten we het even proberen. Elixir, power vest en Holy Lands hebben we gevonden. Laten we kijken of hij nog iets heeft. En anders gaan we gewoon all out in de aanval. Ah ja, oh de pijn, help. Wat moet ik toch doen? Nee, hij heeft niks meer. Oké. No mercy! Aanvallen! Aanvallen! No defense! Ik ben blij dat ik een keertje kijk, want no mercy... ja, is niet echt een magische aanval. Eén keer no mercy was al genoeg. Boom! Niet echt een moeilijke baas als je weet wat je aan het doen bent. Clear-headed, als je die uitzet, kan deze baas enorm moeilijk maken. Nou, ondertussen hebben we dus 11 AP en krijgen we dus zeg maar, ik weet niet hoeveel dat we leren. En we krijgen een Eater en een Pumice Piece. Die Pumice Piece die we dus nou hebben, is enorm belangrijk voor de toekomst. Daar hebben we er 2 van nodig, maar we hebben er alvast eentje. Goed, dus laten we die steen dan maar pakken. En wegwezen uit het Spookhotel. We moeten terug naar de andere. Yay, de Glug Stone. Glug, Glug. Oké. Waar ben ik hier gevallen? Hé, hey, iemand laat me eruit! Dit is geen manier om een vrouw te behandelen! Ik hoop dat Zeepie en de anderen in orde zijn. Ik weet zeker dat ze terug zouden komen voor me.
Dus, hoe hou je van die speciale kamers die ik voor jullie heb gereserveerd? Oh, trouwens, Zeepie is eventjes bezig voor iets voor mij, weet je wel, om ervoor te zorgen dat jullie veilig blijven. Maar ik haat het om beloftes te houden. En ik hou van bedriegen. Dus ik dacht, ik laat jullie eventjes een speciale dood hebben om, mij te laten herinneren of zo. Ik bedoel, mijn paleis is is geplaatst bij een gigantische... Ach, hoe heet zo'n ding nou? Zandloper. Als het zand valt, gaat de vloer langzaam onder jullie open. Is dat niet fabuleus om dat zo te doen? Jullie levens zullen wel gered worden als de zandloper opnieuw wordt omgedraaid. Of als Zeepie op tijd komt om jullie te redden. Maar ja, jullie hebben nog maar 10 minuten. Dus hoop op het beste. Tot ziens, mijn lieve, lievevolle sukkels. Wat? Nee, iemand help mij. Wat een gemeenrek. Ja, dat hebben we al gehad. Die stommerik Kutja. Het is gewoon niet te geloven. Dat doet het voor mij. Ik kan hier niet blijven wachten. Niemand, serieus, ik moet iets doen. Ik ga gewoon iets doen. Hey. Ik heb die zandloper teruggezet en op slot gedaan. Iemand had het mij gevraagd, maar... Wat we doen is fout, of niet? Wacht, is het niet beter om te stoppen met functioneren? Kom op, laten we teruggaan. Wil je die val uitzetten? Ik snap nog steeds niet hoe dat jij doet. Je hoeft ze alleen technisch gezien allemaal aan te zetten. Je denkt erover te hard na. Laten we gaan. Allemaal aan te zetten? Wat? Oké. Dus... Wij moeten nou als kikker, wij besturen nou Sid, we kunnen niet op het driehoekje drukken. Maar we moeten nou dus zeg maar proberen de anderen te gaan bevrijden. Hij is de enige die het kan. En je hebt maar 6 minuten de tijd en daar heb je de sleutel. En de sleutel die heb je dus zeg maar nodig. Goed. Dus je moet op cirkeltje blijven drukken, button bashen, om het zeg maar voor elkaar te krijgen. Gaan die 6 minuten voorbij is het instant game over. Hou er rekening mee, moet je weer die baas verslaan, hebben we geen zin in. Goed. Dit is een soort van Annemarie Koekoek. Wanneer dat hij jouw kant op kijkt, wil je niet op rondje drukken, wil je dus doodstil blijven staan totdat je de sleutel hebt. Ziet hij je, moet je overnieuw beginnen. Goed. Zie, daar ga ik al gelijk de fout in. Oké, ik ga heel eventjes concentreren, dus de audiocommentaar gaat heel erg goed. Draai om. Annemarie Koekoek. Annemarie Koekoek. Annemarie Koekoek. Verdurie! Haat het. We zijn er bijna, jongens. Bijna. Ja, we hebben hem. Oké, we hebben de sleutel. Mooi. Goed, we hebben nog 4 minuten, dus we zitten nog op tijdschema, gelukkig. Oké, wat je wil doen is, als eerste wil je de gewichten wil je eventjes gaan kijken wat is. Die is gemaakt van hout. Die is, als het goed is, gemaakt van klei. Yep. Dan is de volgende van, uit mijn gedachten, ijzer. Steen. Dan is de laatste ijzer. Oké. Nou, dan wil je dus zeg maar gewicht op de dingen gaan zetten. Dus dan willen we dan gewicht opzetten. En dan is het dus klei, steen en ijzer. Want dat is alle drie het zwaarste. En dan weten we zeker dat we dus zeg maar niet naar beneden zakken. We weten niet hoe zwaar dat zit nou op dit moment is als kikker. Maar je wil die gewichten daar gewoon zo opzetten. En dan weet je zeker dat alles goed zal gaan komen. Dus... Gewichten die staan erop. Maar die tijd echt, die zit in je nek te hijgen van hier. Oké. Laten we maar gaan klimmen. Nou, we hebben de sleutel te pakken. Dus als het goed is, kunnen we het slot eraf halen. En dat hoef je alleen maar om te draaien.
Hoppakee. Dus iedereen zal wel... Oh. Dus daarmee ik zeggen dat iedereen in orde zal zijn. Hebben... Nou, dat is geweldig om dat zo te horen, mijn beste kerel. Oké, dus iedereen is vrij. Ik was bang dat ik er geweest was. Gelukkig zijn we veilig. Ja, jullie hebben het allemaal gehaald. Geweldig. Wie? Heb jij ons gered? Het was ook niet echt makkelijk als ik je dat even mag vertellen. Maar we hebben geen tijd om te vieren. Sorry. Ik hoorde van de Black Mages dat er een soort van val voor ons ligt. Ze zei dat je ze allemaal aan moet doen. Maar ik heb geen idee wat dat betekent, dus laten we opschieten. Jij hebt gelijk. We kunnen niet wachten op Zeppie. We kunnen niet alleen afhankelijk zijn van Zeppie. We moeten samenwerken totdat Zeppie terugkomt. We kunnen het doen als we samen zijn blijven. Nou, dus hier op dit punt spelen we dus zeg maar met Xiaoni. Xiaoni in de lead met de Towler, Evier en Zelda. Goed, wat we hier gaan doen is, we gaan al even kijken voor nieuwe equipment en... Wow, Shuna, Haste en Regen. Fairyfloed. Nou, laten we die maar equippen. Oké, hier iets nieuws. Nou, de Green Barret is zeker heel erg handig voor je, maar ja, daar hebben we nou niks aan. Nou, daar heb je ook niks. Je bent Holidar aan het leren en je bent nog Regen aan het leren. Jij hebt een Meteor aan het leren, hebben we hier iets voor jou? Niet echt. Jij bent daar nog water aan het leren, half MP, auto-reflect, oké. Okay. Hebben we een nieuwe vork voor jou? Nee. Kun je hier iets mee leren misschien? Oeh, ik zag er iets. Campbell Defense, gewoon leren die af. Hier iets? Nee. Locomotion, level up. Oké. Okay. En nog even jou. Je bent healer aan het leren, goed zo, braaf. Eventjes de equipment heen. Oké, je bent nog summons aan het leren. Oké, hoe zit het met jullie abilities? Hebben jullie allemaal ability up aanstaan? Want dit is echt een moment dat je zoveel mogelijk wil leren. Ik zie daar toevallig een ability up. Heb jij ability up? Ja. Je hebt ook ability up en je hebt ook ability up. Oké, dat is helemaal goed. Let wel op, met Zelda ga je nou een probleem krijgen. Zelda is nog steeds zijn stem kwijt en heeft op sommige momenten nog steeds het probleem dat ze niet kan concentreren. We gaan hier ook nieuwe vijanden tegenkomen, maar dat doen we allemaal in de volgende aflevering. Dus sowieso dank ik jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. En het is goed dat ik hier eventjes kan zeven. Heb jij een blog net, voordat ik afsluit? Jij wil een brief sturen naar Moxam. Sorry daarvoor. Heb je nog nieuwe stuff die je kan kopen trouwens hier? Nou, volgens mij is het allemaal hetzelfde. Oh, we hebben nou genoeg geld. Hetzelfde. Oké. Dus, nou. Nou, het hierbij. Bedankt voor het kijken, jongens. Tot morgen. Doei!